ben Jessica. Ik werk als familieervaringsdeskundige in de GGZ. Daar ondersteun ik naasten van mensen met psychische problemen en ik begeleid kopgroepen, lotgenotengroepen van volwassen kinderen van ouders met psychische problemen, waarvan de impact van de opvoeding tot op de dag van vandaag nog voelbaar is. Zelf ben ik ook kopkind. Mijn ouders hadden allebei psychische problemen. Ik heb lange tijd niet geweten wie ik was, wat ik wilde en wat ik kon. Ik ben mijn hele leven depressief geweest en pas een aantal jaar geleden heb ik die depressie achter me kunnen laten. Het is niet alleen degene met het probleem. De hele situatie daaromheen, alle mensen zijn erbij betrokken. En met name de kinderen. Als je daar naar zou kunnen kijken, die op tijd zou kunnen steunen, al heel jong, zo vroeg mogelijk, dan ga je het probleem wat al generaties in die familie zit, doorbreken. Daar houdt het op. Daar stopt het. En daar wil ik graag meneer Blokhuis van bewust maken. Het doorbreken van het intergenerationele probleem en het aanpakken van het hele familiesysteem en niet alleen van het individu. Dag. Hoi. Jessica de Vries. Hoi, Paul. Mooi initiatief. Dankjewel voor deze aftrap. Ja. Ik ben zelf kind van. Ja. Twee ouders met psychische problemen en Brus. Ik heb van Jessica gehoord dat zij in haar directe omgeving heel veel te maken heeft gehad met mensen met grote problemen. En die ervaring die ze daarmee heeft opgedaan, die zet zij nu in als familieervaringsdeskundige om andere mensen in de geestelijke gezondheidszorg te helpen. En van dat type mensen zouden we er veel meer moeten hebben in Nederland. Want daarmee zouden we de geestelijke gezondheidszorg op een veel hoger plan kunnen brengen. Ja, ik ga dankbaar gebruik maken van de ervaring die Jessica heeft. En ik hoop dat zij mij een hele kritische spiegel gaat voorhouden. Wat ik hoop is dat wat hij mee gaat nemen, is dat er meer oog komt voor ook volwassen kop. Voor de kinderen is nu aandacht. Voor de volwassenen is er nog niks. En dat moet veranderen.